De CQ John Deere hakselaar. In dit geval is het, zit er een maïsbuk op om maïs te kunnen hakselen. In deze video laat ik de machine zien en wat de mogelijkheden zijn. Wat ik al zeg, eerst even wat details. Het is dus van CQ de John Deere hakselaar. En in dit geval zit hier een zogenaamde maïsbuk op. Kun je openklappen. En in dit systeem kun je zien dat er begint de rijtjes maïs die er zijn. Die rijdt die hakselaar op een gegeven moment zo overheen. Waardoor hij dus de maïs de machine inbrengt. Hier zit een aantal grote molens in, zogenaamde molens die de maïs helemaal klein maken, zodat de koeien het kunnen eten. Achterop, mooi gedetailleerd trappetje voor de chauffeur dat hij de cabine in kan. Dan moet je natuurlijk even niet vergeten de spiegels uit te klappen zoals het hoort. En op dit, is trouwens de vulpijp, niet vergeten te vermelden. Die voor de tractor is die ernaast rijdt met de aanhanger daarnaast waar de maïs in geblazen wordt. En hier achterop het stuursysteem. Ik begin even wennen, want ja, hij stuurt achter, dus het is een beetje anders als je normaal de tractor gewend bent. Kijken we verder naar de machine. Spiegeltje eraan dat de chauffeur bent kan zien als hij zelf een aanhanger aankoppelt. Hierachter op een aantal frontgewichten om ervoor te zorgen dat je voldoende druk hebt op de wielen. Kleine wielen, grote wielen. Hier zo, zoals je kunt zien, ook weer heel mooi gedetailleerd. Hier kun je bij het ventilatiesysteem. Op zo'n manier kun je dus alle kanten echt prachtig gedetailleerd klepjes open doen. En onderhoud plegen aan de machine wat nodig is. Op zo'n manier, compleet uitgevoerd met zwaailampen, GPS erbij natuurlijk, dat is helemaal van deze tijd. En heb je van de CQ, ja, gewoon weer een schitterend model wat dat betreft. Voor op je speelgoedboerderij, of eigenlijk gewoon in je vitrinekast, want daar hoor je misschien ook nog wel thuis. Vind je een leuk model? Wil je meer voorzien of direct bestellen? Klik je voor het link die je naast in beeld ziet, kom je op onze website uit voor meer informatie.